Hoi allemaal, welkom bij Robby's Moestuin. Vandaag gaan we aardappeltjes poten. Nou, hoe doen we dat nou? Ik heb hier een hele rij gaatjes geboord. Dat doen we met de bloembollenbor. En in die gaatjes gaan we de aardappeltjes leggen. De aardappeltjes die heb ik voor laten spruiten. En nou is het de bedoeling dat je het kroontje, de uitlopers eigenlijk, naar boven plaatst. We doen ze in de gaatjes. Op deze manier. En vervolgens gaan we de gaatjes dicht doen. En dan harken we er een bult overheen. Dat is eigenlijk zeg maar tegen de vorst. En dat het plantje zich goed kan ontwikkelen. Die losse grond, daar groeit die makkelijk doorheen. En dan kunnen de aardappels zich ook makkelijker ontwikkelen. Nou, dat ga ik zo nog even doen. Het eindresultaat laat ik jullie uiteraard nog even zien. Maar al wil je zoiets nou in je eigen tuin proberen, dan boor je gewoon zo'n gaatje en dan maak je met je handen een bult. Dus we doen hem dicht. En op deze manier maak je eigenlijk gewoon je eigen aardappelplantje. Ja, die aardappels die ik net gepoot heb, was bij mijn buurman. Dit zijn mijn eigen regeltjes. En je ziet het, ik heb de ruggetjes al aangehakt. En om de week doe ik dat weer, zodat het lekker hoog wordt, zodat ik een hoge productie in aardappels krijg. Nou, dit is mijn aardappelemmer. Je ziet het, mijn plantjes komen al boven. Ik heb er eerst aardappels in gelegd. Potgrond gemengd met bemeste tuinaarde eroverheen gedaan. En dit 3 keer herhaald ongeveer. En de toplaag is van mijn eigen grond. Deze laat ik hier gewoon tussen staan, zodat we goed kunnen zien wat het verschil is tussen de gewone aarde en de emmer. Hoi allemaal. Welkom bij Robby's Moestuin. Vandaag gaan we iets doen voor de kleine ruimte. We gaan namelijk aardappels poten in een emmer. Ik heb daarvoor een grote emmer en daar heb ik een plastic zak in gedaan. In dit geval een oude zak van de potgrond. Onder in de zak heb ik gaatjes geprikt en aan de zijkant van deze emmer zitten ook gaatjes. Dus het overtollige vocht kan er zo uitlopen. Nou, ik heb hier een bak met 2/3 potgrond en 1/3 compost. Dat is lekker gemengd. Ik doe een 10-tal centimeters grond onder in de emmer. Zo. En daarop doe ik 5 aardappeltjes. Deze aardappeltjes komen gewoon uit de winkel. Je kan ook pootaardappeltjes gebruiken, maar vaak is dat dan weer 1/2 kilo en is te veel of je moet heel veel emmers willen vullen. Nou, elk aardappeltje levert ongeveer 300 tot 400 gram nieuwe aardappels op. Nou, deze die leg ik erin. In een rondje. En dat ziet er zo uit. Hierover doe ik weer een 10-tal centimeter aarde. Zo. Beetje aandrukken, beetje aan de zijkant. Water eroverheen. Zo, lekker vochtig maken. Dus niet te veel water uiteraard, want dan kunnen aardappels ook weer niet tegen vochtig gaan. Nu komt de truc. Als het plantje gaat groeien en door de oppervlakte van de aarde heen komt, dan doen we er een nieuwe laag overheen. Weer een laag van ongeveer 5 tot 10 centimeter. Dit doen we totdat de emmer 2 centimeter onder de rand is gevuld. En daarna laten we de plant gewoon helemaal uitgroeien. En als die afgestorven is, dan kun je de aardappels oogsten. Nou, het oogsten van die aardappels is natuurlijk hartstikke makkelijk. Je trekt de zak eruit, je snijdt hem aan de zijkant open en klaar is Kees. Dit was Robby's Moestuin. Tot de volgende keer.